bij een nieuw seizoen van Way of Living, waarin Sanne Heijen en Arno Rijmakers wederom de halve wereld afreizen om andere manieren van wonen, overwinteren en vakantievieren te beleven. Ofwel, we gaan op zoek naar nieuwe plekjes onder de zon, tweede huizen en vakantiewoningen in binnen- en buitenland. Sanne is daarvoor allereerst aan de Costa Blanca beland. Heerlijk, gewoon lekker luchtig door de Spaanse zomerzon rijden. En het kan hier het hele jaar door. Wat een way of living. Dat is ook wel een van de redenen waarom steeds meer Nederlanders naar Spanje komen om een vakantiehuis te kopen. En Rogier van Casa Las Dunas gaat mij hier de omgeving laten zien en hier meer over vertellen. Maar eerst zelf nog even toeren. Je verkast met je hele gezin naar Spanje om huizen te kopen, bouwen en verhuren. Daar wil ik natuurlijk veel meer over weten en ik heb met Rogier hier op een lokale markt afgesproken. En ook een beetje van die Spaanse maten. Hey Rogier! Hey, hi! Nou, jij weet wel waar je me naartoe stuurt. Daar houden vrouwen van, hè? Ja, dat is heel goed. Kijk, precies. Ja, ja, dat is heel goed. Oh, lekker. Ik wil ook nog een stukje. Hou jij een beetje van winkelen dan? Nou, van winkelen, van eten. Dat vind ik leuk. Eet, ja, ik hou ook van eten. En drinken. En drinken? Ja. Dan gaan we hierna even naar een typisch Spaans restaurant even een hapje doen. Sangria? Doe me. Ja? Ja. Die kant? Oh, die kant. Ja? Gaat je goed? Cowboy? Ja, ja, hè? En deze? Rogier, hoe ben je hier met je gezin, hè? 3 kinderen, terechtgekomen eigenlijk in Spanje? Ja, mijn ouders zijn 20 jaar geleden hier naartoe gegaan. Een beetje uit hobby vakantiewoningen gaan verhuren. En dat is gegroeid. En toen kwam de verkoop en het bouwen erbij. En ja, toen hebben we overlegd en even versterking hier naartoe gekomen. En dat is 10 jaar geleden voor ons. Maar voel jij je nou gewoon als Nederlander die hier in Spanje is of voel je je echt gewoon een Spanjaard? Nee, nee, ik blijf wel een Nederlander. Maar ik geniet wel van dit leven hier in Spanje. Ja, dat is wel mooi. Ja. En je hebt hier voldoende te doen. Voor ieder wat wil. Ze wandelen, fietsen. De watersport is hier natuurlijk heel erg populair. Maar ook een beetje het binnenland in. Prachtige natuurgebieden om te wandelen. De grotten hier in de buurt. Dus dat, ja, dat is echt wel voor iedereen wat wil. Ja, maar ik ben ontzettend benieuwd naar de vakantievilla. Ja, dat is wel dat is een plaatje. Daar ga je straks naartoe. Dus 3 slaapkamers, woonkamer, 2 badkamers. Heel mooi stukje perceel van 400 tot 500 meter. Wauw, jeetje joh. Leuk, kan niet wachten. Zien, maar eerst even lekker tapas, hè? Moet erbij. Wauw, wat licht, wat mooi. Mooi, hè? Als jij even rustig rondkijkt, schenk ik even een wijntje. Oh, heel lief. Jeetje, wat mooi dit. Oh, wat leuk. Het is toch net een hotel eigenlijk, dit. Een grenzende badkamer is altijd fijn. Mooie kleuren. Spanje zit weer helemaal in de lift qua toerisme en vakantiewoningenverkoop. En de Costa Blanca is daarvoor bij Nederlanders favoriet. Wil je daadwerkelijk iets kopen in een vreemd land, dan spreekt het voor zich dat je je laat bijstaan door Nederlandse organisaties als Casa Las Dunas. Ze kennen het land, de wetgeving, het vergunningenstelsel en begeleiden de bouw van je vakantiehuis. Wauw, Rogier, het is zo mooi. En je ziet ook echt de afwerking, de details. Er is echt over nagedacht. Ja, daar is over nagedacht. Dat zie je bij deze woning terug. De kwaliteit en afwerking is hier echt perfect. Hier zijn we heel erg trots op. En vooral de ruimte die je hier hebt, binnen en buiten. Want hoe groot is deze villa? De woonoppervlakte is 132 vierkante meter. Wow. En een grondstuk 450 tot 500. En dan worden er hier dus nog een aantal omheen gebouwd. Ja, dan kunnen er hier 8 bij nog. Maar elke woning heeft zijn eigen model en ook de klant heeft zijn inspraak hoe hij het wil. Dus als ik dit zou kopen, dan kan ik ook zeggen bijvoorbeeld, ik wil in plaats van een groot terras boven, wil ik een extra slaapkamer. Dat kan, of je wil maar 2 slaapkamers beneden, dat is allemaal mogelijk. Maar wat is ongeveer de vraagprijs? Vanaf 2,85. Ja, dan zit je toch super bij de markt, lekker eten, strand, tapas, drinken. Precies. Wil je meer informatie over dit vakantiehuis? Ga dan eventjes naar de site wayofliving.tv. Tevens vind je daar meer informatie en filmpjes over tweede vakantiewoningen. Adios!